What up, lieve mensen, hopelijk alles lekker met jullie. Jullie kijken weer naar een nieuwe video van Samin, ICT en Sound. En we dachten gewoon vandaag, laten we maar eens een keer een lekker vlogje maken. Want dat hebben we ook echt kapot lang niet gedaan. En nou ja, goed. We hebben lekker wat beeldjes te bouwen, dus we dachten content. We zijn de laatste tijd erg veel op TikTok aanwezig, erg veel op Instagram aanwezig. Helaas niet veel op YouTube, maar dat gaan we natuurlijk veranderen. Bij deze, de eerste vlog van Samin, ICT en Sound. Let's get it! Nou, zoals jullie misschien naast mij kunnen zien, we hebben gisteren echt een kapot zieke PC gebouwd met een AMD Ryzen 9 95X Next H710i, 32 GB RAM, 1 TB SSD, 750 watt voeding en een RTX 3080. Een van de gruwelijkste kaarten die er momenteel uit zijn. Je hebt natuurlijk ook een 3090, maar ja, goed, wie koopt er nou een 3090? Daar kan je een auto van kopen. Tenzij je prioriteit in het leven alleen maar gamen zijn, dan kan ik me heel goed begrijpen dat je een 3090 haalt. Maar in dit geval hebben we echt een prachtig exemplaartje gebouwd. Maar anyways, geniet even een beetje nu van deze prachtige PC. Let's go. Nou, wat komt er nou allemaal kijken bij zo'n PC? Je moet natuurlijk Windows moet je installeren, je moet alle stuurprogramma's moet je installeren, je moet alle optimalisaties moet je toepassen, je moet het klantcontact moet je onderhouden, je moet hem inpakken, je moet hem verzekerd opsturen. Alles moet gewoon helemaal vlekkeloos en smooth gaan. Nou ja, zoals jullie al kunnen zien, Windows staat erop, dat hebben wij natuurlijk al graag gedaan. Ik heb alles getest. We testen alle PC's 24 uur. Dat houdt in dat we ze stress testen. We testen of alle componenten goed zijn. De temperaturen. We testen of alles gewoon helemaal smooth en vlekkeloos loopt. Zodat de eindgebruiker hem gewoon plug and play kan aansluiten. En direct aan de slag kan gaan met gamen. Nou, alles staat klaar voor deze PC. Dus ik ga jullie even laten zien wat er nu mee gaat gebeuren. En hoe wij een PC inpakken. En hoe we hem naar de klant sturen. Nou, en voordat we hem inpakken, of eigenlijk nadat we hem hebben ingepakt, moeten er nog twee dingen bij, namelijk alle kabels. In dit geval hebben we de Corsair Extra modulaire kabels erbij zitten. De stroomkabel, uiteraard. Er zit nog een NZXT splitter bij, of eigenlijk ja, een splitter slash samenvoeger voor de gluif. Maar het belangrijkste, vind ik stiekem zelf, is onze installatieformuliertje, waarin je er heel mooi zo hier uitgelegd krijgt. Oeh! Hoe je je PC in elkaar zet, want de meeste mensen die PC bij ons kopen hebben nog nooit eerder een PC gehad. Dus die weten niet hoe ze hun PC moeten aansluiten, althans niet allemaal. En daarom hebben we hier mooi stap voor stap uitgelegd hoe alles werkt, waar je de juiste informatie kan vinden, hoe je de boel moet aansluiten. Zodat iedereen, nou ja, wat erop staat, in 5 minuten zijn PC aangesloten heeft. Dus die gaat erbij. En dan, nou, dan kan die dicht. Een laatste stap is gewoon een klein stukje branding. Laatste stap is de pakbon, oftewel dat die goed wordt opgezonden met alle juiste gegevens. Nou, ik heb alles al van tevoren digitaal ingevoerd. Dus het enige wat ik hoef te doen is hem uit te printen, op de doos plakken en hij is ready to go. Hoppa! Pakbon is klaar. Dus het enige wat ik hoef te doen is hem op de doos plakken en dan is hij ready om ingescand te worden. Klaar om te gaan. PC'tje is ready to go, ingepakt hem wel. Garage deur open. Zet hem open nu! Ik zal even sterk hebben, dus even kijken. Oh. Hoppa!
Nu het zwaarste gedeelte. 3, 2, 1. Oh ja! Oké, let's go. 20 kilo verder. Dit is echt een PC die bijna 20 kilo weegt, jongens. Ik denk nog wel meer. Zo. Nou, die is klaar om te gaan. Ik zou hem helemaal naar voren schuiven. Ja, dat is te groot. Man, dit is gigant. En dit is een station, dat is best een grote auto ook. Moet je kijken hoe groot die doos is. Nou, let's go. Laten we iemand heel gelukkig maken met een... ja, een brugde PC. Zo, gaan we dan. Het heel belangrijke is, we moeten mondkapjes op, jongens. Dus, backup is live. Starts again. Ja. Nou, voor je eigen veiligheid. Als je ons bedrijf niet kan vinden, dan moet je gewoon navigeren naar Miss Italy, die pizza tent. Ja. Dit wordt trouwens echt goede pizza's, man. Dus als je een goede pizza wilt choppen, dan... Als je je PC wilt... Nadat je echt een gruwelijke PC hebt gehaald, kun je daar altijd nog een lekkere pizza choppen. Multitasken. PC halen, pizza halen. Ja, goeie. Dit is de eerste autovlog met een camera die niet in de hoek past, maar goed, komt goed. Nee, maar Rut, wat vind jij nou het leukste aan het werk? Het leukste. Het is wel elke dag anders. Ook al bouw je een heleboel PC's en ook al hebben we zeg maar vooraf samengestelde PC's, het mooie is dat het altijd wel weer anders is. En er komen ook gewoon mensen langs, zoals nu met die Fallout PC die we dan volgende week gaan maken. Dat je gewoon echt een keer iets totaal anders gaat doen. En het is hetzelfde, maar het is toch anders. En het zijn leuke mensen en... Ik ben zelf zeg maar meer de bouwer. Ja. En ja, ik vind het gewoon leuk als er een beetje afwisseling in zit. En als het niet alleen maar die standaard PC's zijn, maar... Nou, ik denk dat het ook wel... Ik denk dat wij ook allebei wel een beetje bewust zijn van onze kwaliteit inmiddels in dit bedrijf. Inmiddels doen we het al 3 jaar wat dat betreft. Maar mensen zeggen altijd van, Andy, jij kan zelfs een drol verkopen, weet je wel. Of, maar dan wel een drol met een vlaggetje. Een drol met een vlaggetje. Maar het zal altijd een drol blijven, dat is het hele ding, snap je? Maar verkopen is wel echt serieus mijn ding, daar ben ik heel sterk in. En ik ben heel goed in branding en in marketing en in social media. Dat is echt serieus, dat zijn mijn kwaliteiten, weet je wel. Rut is bijvoorbeeld heel goed in het klantcontact, maar ook het contact met ouders bijvoorbeeld. Zo. Gaan we weer. 3, 2, 1. Let's go! Zo zwaar. Altijd, toch? Altijd. Oké, ik ga het pakketje even wegbrengen. Ik ben zo weer terug, jongens. Zo. Nou, het pakketje is zojuist langsgebracht. En nu gaan we weer terug naar het kantoor, want we hebben nog 2 zieke PC's te bouwen. Maar we hebben zojuist een klant gelukkig gemaakt. Hebben we net een appje gestuurd dat alles helemaal goed is verstuurd. Helemaal gelukkig. Dus laten we 2 andere mensen nu gelukkig maken. Zoals we zeiden, als je hier bent, dan moet je dus deze bordjes en hier naar links. Poep, daar zijn wij. Yes. 5 kilometer, Andy. Wat? 5 kilometer per uur. Ja, sorry, ik rijd 20. Oepsie. Nou, iedereen parkeert ook altijd zijn auto zo en niet zeg maar recht. Schuin, ja. Want dan kunnen er veel meer auto's zeg maar parkeren, weet je wel. Dus als iedereen dat zich afvraagt van waarom kan jij niet parkeren zo'n moment. Dit is de enige reden dat ik het zou doen, weet je. Anders passen er niet 10 bussen en stations op een rij. Nee, precies. Nou, het is altijd best wel grappig, hè? Want zeg maar, vanaf de buitenkant denk je altijd vanaf ons pand dat we hele stoute dingen verkopen, zeg maar. Weet je, omdat alles heel groot is. Maar we zijn heel onschuldig hoor, jongens. Een grote. Samen in ICT en bordeel. Echt zo, ja. Man. Oh, die RGB-verlichting. Maar we hebben wel een lage energierekening, dat scheelt weer. Ja, dat is wel gek. Maar dat komt wel omdat we echt. Nou ja, we hebben echt kapot voor U-lamp hier. En dat is alleen maar LED, weet je. Dat is Philips reclame, dit. Zoveel reclames met jou. Zelfgesponsord content, jongens. Nou, zijn we nu weer. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon lekker beeldjes bouwen, toch? We hebben er nog 2 te gaan. Yes! Hey! En dan kan onze avond ook beginnen. Nou, let's go. Het is weer tijd om een beeldje te maken. Zoals jullie kunnen zien, hebben we hier alle onderdelen al klaarstaan. Ik zal even alle onderdelen even langs gaan. Om te beginnen natuurlijk met de processor. Dat is een AMD Ryzen 7 850X. Een voedingje, een Corsair RM750. Een 2 terabyte HDD'tje. Kleintje. Een kleintje inderdaad. Een 1 terabyte M2 SSD'tje. 60 gigabyte RAM geklokt op 3200 MHz van Corsair. Een waterkoeler. De Cooler Master
Master Liquid ML240 Illusion. Een X75 moederplankje van MSI, de MPG X75 Gaming S Wifi. De kraker. Nvidia GeForce Gigabyte RTX 3070 Gaming OC. Wat natuurlijk gewoon echt een beestkaart is. Het kleine broertje van de 3080 met steeds beestachtige prestaties. En natuurlijk als kast de Sharkoon TG6 RGB. Voor een gruwelijk RGB effect. Wat natuurlijk gewoon echt een hele toffe kast is met 4 RGB fans al pre-installed. Dus in totaal gaan dit hoeveel fans worden? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fans in totaal. 3 aan de voorkant, 1 boven en 2 aan de bovenkant. 2 aan de bovenkant, 1 fan aan de achterkant en 3 fans aan de voorkant. 6 fans dus. Ja. Kan niet tellen, we moeten terug naar de basisschool. Nou, dat is het eerste beeld en dan die gaan we nu bouwen. En dan gaan we gelijk die tweede beeld maken, toch? Gewoon door. Ja. Allemaal door, achter elkaar, kunnen wij. En door. We zijn zo bezig en we hebben de bol met waterkoeler in het venster ingebouwd. Maar hij is toch net een beetje heel erg krap aan die kant. Het loopt toch net niet helemaal lekker, dus we gaan het anders aanpakken. We gaan de waterkoeler aan de voorkant plaatsen op de bovenste twee fans. Althans, de radiator. En de fans gaan aan de bovenkant, zodat we wel gewoon een mooi RGB effect hebben. We hebben het gebruik van de I.O. met fans. Alleen dan zorgen we dat alles gewoon genoeg ruimte heeft en dat het allemaal gewoon lekker loopt en goed past. Dus change of plans, maar we gaan gewoon door. Nou jongens, en met een beetje power of the internet momentje zit hier zo de fans erin, de IO erin. De IO zit voor, de fans aan de bovenkant. Maar nou wordt het eigenlijk gewoon een hele erge herhaling van wat we net allemaal aan het bouwen waren in de timeless. Ik zou zeggen, laten we nog zo'n wonderful internet momentje doen. En dan is die zo meteen wel klaar. Is steeds klaar jongens. Dat betekent dus dat we deze even moeten installeren, even helemaal moeten programmeren en alles moeten optimaliseren. En dan laat ik jullie gelijk even zien hoe die eruit ziet. En in de tussentijd gaan we gelijk even die tweede PC maken. Ik ga het installeren doen, terwijl het niet zo vroeg. Dat maar. Toch gaat allemaal goed komen. Ja toch? Ik heb het vorige keer al gedaan. Moeder wordt dus helemaal voorbereid, dus het enige wat zij heeft te doen is alleen van kasten voor te bereiden. Moeder wordt goed plaatsen, alle game management en dan is het ook klaar. Hoppa! Laat gewoon doen. Nou, en terwijl Andy hier op de achtergrond bezig is met de installatie van PC nummer 1, ga ik verder met PC nummer 2. En het enige wat we nog te doen, en het lijkt misschien allemaal best wel veel, maar het gaat sneller dan je denkt, is de modulaire voeding erin stoppen. Als de voeding erin zit, gaan we het moederbord erin plaatsen. Die heeft Andy al helemaal klaargemaakt. Die moet er alleen nog maar ingezet worden. En als dat erin zit, een klein stukje cable management, dus in deze kast niet meer een issue. En als laatste stap videokaart erin en dan is die alweer klaar. De tweede PC is ook zo goed als klaar. Het enige wat we nog even moeten doen is die gekke RTX 3060 Ti erin knallen. En dan kunnen we zeggen dat die tweede ook klaar is. Of in ieder geval klaar voor installatie. Nu nog alles regelen, maar dit bakbeestje is ook zo gaan. Vet van deze videokaart, hij heeft gewoon een spoiler. Dat is zo gruwelijk, alsof je er gewoon een race spoiler op zet. Is dit een red of een RGB? Ja, het is red versie. Red. Gruwelijk. Nou, kom, laten we shit inbouwen. Nou, daar is hij dan. Hij is helemaal klaar. En hij ziet er toch heel strak uit als ik het zo zelf mag zeggen. Ja, het is wel echt nice gelukt, hè? Even kijken, joh. Echt, hè? En wat een mooi dingetje dit, hoor. Zo. Laten we hem eens even lekker aangeslagen. Dat is echt een mooi dingetje. Wow. Strak gebouwd ook. Jo. Oei. Lekker, man. Echt. Nou, ik ga hem lekker installeren en dan... Komt helemaal goed. Oké, top. Jo. Let's go. Nou, inmiddels hebben we alle builds van de dag ook weer af, jongens. We hebben hier een custom AMD Ryzen 7 58, gewoon het X-build met lekker veel RGB gewoon. Kijk, dit ding gloeit ook lekker, hoor. Ik vind hem echt serieus, echt heel dik geworden. Ja, er is dat nog wel zijn, hè? Oeh, yeah.
Ja, het klinkt misschien heel egoïstisch, maar altijd als je zo'n vet product hebt gemaakt, dan ben je altijd wel heel trots op je werk. Zo, weet je wel. Zeker. Nou, ik denk dat Rut heel trots op haar werk moet zijn, maar nou, alle samenstellingen komen van mij en haar vandaan, dus ik mag ook wel trots zijn. Je hebt het leuk bedacht, jongen. Ik heb het leuk bedacht. Nou, dit is het tweede beeld. Ook een mooi ding geworden, ook erg veel regenbooggrot. En het mooie is gewoon echt een gruwelijke spoiler ook erop. Oh ja. Dat is toch vet, een PC met een spoiler, moet je kijken joh. Dit ding gaat snel, man. Hij gaat snel, hè? Je hebt ook echt nog maar een half centimeter en hij zit voorin. Kunnen we hem niet nog een zonnebril geven? Zodat hij extra snel gaat. Gewoon een snelle planga, weet je wel. Dan is hij helemaal snel gewoon. Dan is jij nog een snelle planga weer wel, ja. Even een netter kabeltje zo naar beneden. Benol. Maar nou ja, laat vooral heel even weten wat jullie van deze beeld vinden. Want we naderen alweer een beetje het einde van deze video. Ik wou jullie vooral even een beetje laten zien hoe een werkdag bij ons eraan toe gaat. Wat wij gaan doen is, wij gaan morgenochtend gaan wij deze PC's even helemaal klaarmaken. Klaarmaken, verzending. Fortnite uitproberen. Fortnite uitproberen, gewoon allerlei dingen eventjes regelen. Vooral even kijken of alles smooth loopt. Nou, ik heb net het ene en ander al even uitgevoerd en getest. Dingen lopen super smooth, dus ik voorzie ook niet echt heel veel problemen ermee. Dus wat mij betreft gaan we morgen lekker gewoon met een bak koffie dit allemaal voor optimaliseren. En alles even goed even testen. Maar ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Anyways, ik bedank jullie allemaal voor het kijken van deze video. Het was echt super leuk om weer even een leuke vlog te maken. Like, comment en subscribe. En volg ons voor nog meer gekke shit op Instagram, op TikTok. We zijn overal, baby. En zoek jij ook een vet game op c. www.saminisdesign.nl. Of stuur mij gewoon een DM of stuur ons een appje. Let's get it! Yo, thanks allemaal voor het kijken en vergeet natuurlijk ook niet te liken en te subscriben. En ik zie jullie graag terug bij een volgende video. Let's get it!